Hallo allemaal, dit is Rick Stevens van Stevens Autoservice met vandaag even een Volkswagen die anders. Een Volkswagen Lupo 3L die 1 op 33,33333333 in het oneindige hoort te lopen, maar nu een beetje ziek is. En ik ga u nu even een beetje een lesje vakkom leren als u daar nog geen verstand van heeft. En vooral bij deze storing is dat wel echt fijn. Want het lijkt allemaal heel simpel, maar voordat je deze robot doorhebt hoe die werkt en hoe dat allemaal ingesteld moet worden, ben je wel een paar dagen cursus verder, zeg maar. Even kijken, we hebben hier deze auto, die heeft nog maar 463.000 kilometertjes gelopen. Dus dat is in elk geval al zeer gunstig. Even kijken, zover hebben ze al niet hoeven fietsen met deze auto. Dus ik ga nu even overschakelen op de laptop en dan zie ik u zo weer. Nou, dan begint u natuurlijk bij VCDS, en dan de Nederlandse uitvoering. En dan komt daar een programma tevoorschijn met een zeer oude softwareversie. But who cares? Even kijken, die klikken we natuurlijk even weg. The Little Balloon. Heel moeilijk filmen en pijltjes zoeken tegelijk. Dan gaan we naar een regelapparaat. Zo. Je hoeft maar één keer te klikken overigens. Dat is ook wel belangrijk bij VCDS. Want als je twee keer klikt, dan klik je hem dus bij de tweede keer weer weg. Bij bijvoorbeeld live data. Dan gaan we in dit geval naar de automatische transmissie. Want daar heeft hij meer de kuren. De kuren mee. Nee, deze computer is niet traag. Dat lijkt alleen maar zo. Even kijken, dan gaan we hier naar het storingsgeheugen. Daar beginnen we mee. Een versnellingsbak die een fout heeft in de basisafstelling. En dat heeft hij geregeld. Dus hij zit nu fout, niet meer goed geregeld. En hij geeft ook wel een code weer van niet vrijgegeven. En dat heeft allemaal te maken met de versnellingsbak. Ik ben even, die code staat hier nou even niet bij. Maar nu moet je dus een bepaalde handeling uitvoeren bij de versnellingsbak. Je moet hem dus nu helemaal alle stapjes laten doorlopen om zichzelf te eiken, zeg maar. En daar gaat het bij deze nou fout. En ik denk dat er heel wat Vagcom 3L liefhebbers hier wel blij van worden dat ik u dit even laat zien. Want dit is echt een ding wat nog wel veel vaker voorgekomen. En waardoor waarschijnlijk ook veel van deze auto's op de sloop zijn beland. Deze code kun je ook niet wissen. Als u daarop drukt, kan wezen dat hij het wel aangeeft. Maar hier, deze melding bedoelde ik dus. De systeem niet klaar voor afvragen. Maar het is ook zo lekker vaag. Als je dus niet weet wat het betekent, dan heb je zoiets van, wat is dit voor een code? Maar als je naar Google, dan kom je bij Gerrit Speek uit. De rots in de branding, waar verschrikkelijk veel over Volkswagen te vinden is. En dat is wel mooi. En even kijken. We gaan dus nu klaar en gaan terug. Dan gaan we nu die procedure gaan we doen. De basisafstelling. Dat is deze dus. En dan heb je hier een aantal codes staan. En hier heb je dus maar één mogelijkheid. Je kunt een gedocumenteerde basisafstellings groepen worden geselecteerd. Maar er zijn geen groepen. Dit is er gewoon maar één. En dat is deze. En dan moet je gewoon doen wat hij zegt. Alleen met een paar uitzonderingen daar gelaten. Want ik ga nu kijken wat hij precies doet. Als je nu, of nu zie je wait in beeld. Dat betekent wachten. En dan gaat hij nakijken wat hij moet doen. Maar je moet niet dom blijven wachten. Want hier heb je staan. Zet de pook in de Tiptronic positie. En volgt de instructies. Maar dat wait, dat is gewoon softwarematig al voorgeprogrammeerd. Dus ik kan me voorstellen dat sommige automonteurs een half uur op de bus gaan wachten. En dan erachter komen, laat ik hem eens even in de versnelling zetten. En dan in de Tiptronic gate. En hou er ook rekening mee dat als je dat even verkeerd doet of er gaat wat fout. Dat je hem eerst weer terugzet in de P en het contact eraf. En dan reset namelijk de versnellingspook zich weer. Dan weet hij namelijk zeker dat hij in de P staat. Anders krijg je daar ook weer een foutcode op. Hoeft niet echt ermee te maken te hebben.
Maar deze is dus out of range. Die zit dus, dat geeft hij niet aan, maar hij weet dus niet in welke versnelling die zit. En daarom komt hij gewoon niet door de dingen. En wat ik nu even ga doen is, ga deze even omwisselen. Hier hebben we namelijk nog een groep vrij. Voordat ik deze actie ga uithalen. Want dan kan ik u namelijk laten zien het ballonnetje wat erbij komt te staan. Dat zal ik u zo ook nog even laten zien. Ik ga hier nou even dit blauw maken. Of in elk geval hierop staan. En als hij dat niet doet, dan moet ik dat even met de pijltjes doen. En dan tik ik hem gewoon even door tot en met 14. En dan doe ik 15. En in die groep kun je nou precies zien wat de versnellingsbak doet. Oeps, daar gaan we te ver. En dat is heel ideaal dit. Hier staat namelijk precies van de selector lever, oftewel de positie van de pook, staat precies het voltage. U ziet dat de computer er nou moeite mee heeft, want data niet beschikbaar, omdat hij zo snel moet rekenen nou. Zie je de ene groep de ene keer informatie krijgen en dan de andere groep. Maar als je goed kijkt, dan hebt u hier alle gegevens die de robot ook krijgt. En als daar een glitch in zit, of een afwijking of wat dan ook, dan gaat het niet goed. En dat zijn vooral deze. Even kijken, deze is belangrijk. En die, want dat zijn namelijk de sensoren die registreren in welke versnelling die zit. Van voor naar achteren en van links naar rechts. En ik wist eerst ook niet wat naar voor en achteren was en links en rechts. Daar kwam ik dus achter toen ik met mijn pijltje hierop ging staan. Hij geeft namelijk exact aan, als je in het veld staat, echt heel mooi gedaan in 1999 al. Dan zie je dus in de lever in R, dus in de R van racen, oftewel achteruit. Dan moet hij 3,8 volt plus minus 0,2 volt aangeven. Dat betekent dus dat in die stand moet hij dus of 3,6 of 4 volt maximaal aangeven. Valt hij daaruit, dan is het al niet goed. En gaat hij dan naar de eerste versnelling, dat is er precies tegenover, zeg maar. Daar kun je dus ook al zien, dat is dus dezelfde gang. Dus dit is zeg maar, hoe moet ik dat nou zeggen? Dit is van voor naar achteren. Dat kun je zien omdat er maar twee voltages elke keer bij staan. Dus dit is van voor naar achteren, dus van de R in de 1. Dus dat is dezelfde, want er zit namelijk naar, gewoon de 1 zit naar voren en dan zit de R zit naar achteren, zeg maar. Dan moet hij dit voltage moet hij ook hebben. Dus exact dezelfde voltage, omdat hij naar achteren getrokken wordt en naar voren. Dus dat verandert niet, omdat die waarde blijft bij elke versnelling, zeg maar, gelijk. En dan is het naar voren, is het zeg maar 1,7 en naar achteren 3,8 of omgekeerd. Maar dat is niet heel erg boeiend als die maar binnen die toleranties ligt. Dat is heel belangrijk. Dus die eerste is van de versnellingspook van voor naar achteren en niet van links naar rechts. En dan ga je naar die tweede, die heeft meer waardes. Deze heeft dus maar twee waardes zoals u ziet. 1,7 volt als referentie, dus ook die 1,7 volt. Ik weet het verhaal wel iets langer, maar dan weet u dus ook daar mag de tolerantie niet afwijken van 0,2 volt. Dus ook daar geldt dus 1,5 volt slash zeg maar 1,9 volt. Als hij er iets buiten valt, pakt hij hem waarschijnlijk nog wel. Maar fijn is anders. Ga je hier naartoe, dan krijg je dus weer een mooi ballonnetje. En dat vind ik toch wel dat het heel mooi gedaan is door Volkswagen wie anders. En dan zie je dus, in de R heeft hij 3,6 volt. Plus minus die 0,2. Dat blijft dus gewoon. Dus 3,4 slash 3,8 volt mag hij hebben. En daar gaat het hier dus fout. Omdat hij hier dus op dik 4, even kijken. Ja, dik 4 volt stond. Ik heb hem inmiddels weer teruggeschroefd naar de tolerantie wat hij moet hebben. En even kijken, nu pakt hij hem nog steeds niet, omdat die andere gear recognition voltage, dus deze, die staat nog niet in zijn tolerantie. Die zou dus nu op of 3,8 moeten staan. Dus dat ding, dus als ik nou hier met mijn pijltje nog even bij opgestaan, zeg maar deze, die waarde zou nou of 3,8 moeten zijn of 1,7. Maar u ziet wel, hij valt er nu precies tussen. En hij staat nu, als het goed is, in de R op slot, denk ik, of in de vijfde versnelling is dat, geloof ik. Dan zeg maar, dan is hij zogenaamd geblokkeerd als een versnellingsbak. En daar staat hij nu dus in. Dus hij moet nou of A of B zeggen. En hij zegt nu C of D.
Want je gaat dus nu op een bepaalde waarde moeten staan of 3,8. Dus dat mag maximaal 4,2 zijn of 3,6. En die andere waarde, dat mag maximaal 1,7 of 1,5 volt zijn of 1,9 volt. Maar dat snapt u nou inmiddels wel, denk ik. Dus dat is de versnelling die van voor naar achteren gaat. Dus dan moet je die sensor moet je ook hebben en die moet je aanpassen of schoonmaken. Want vaak zit er ook oliedrek in. En dit is niet een sensor waarvan ik eerst dacht dat het een variabele weerstand was. Nee, dit is een halgeversensor. Een soort van halgever die exact de positie aangeeft. En ik heb wel meer filmpjes gemaakt, onder andere over een turbodruksensor. Die werkt eigenlijk volgens precies hetzelfde principe. Die zat ook vol met ijzerveiltjes en die heb ik dus ook schoongemaakt. En dat is van een, even kijken, een bus geweest, een dikke crafter was daar. En die viel ook buiten de toleranties. Dus dat was niet heel geweldig. Maar hier kan de computer dus niets mee, want hij staat dus er precies tussenin. U snapt het wel. Deze is nu oké, die 2,99 volt. Dat is wel oké, dat is dus gewoon een goede waarde wat u moet hebben. Dan kunt u er trouwens ook zo bij zoeken. En als die ongeveer goed is, dan weet je ook wel om welke waarde of het dan gaat. In welke versnelling die zit, zeg maar. Dus die 2,99, dat is dan dus de 2,8 volt. Die dan daarmee gepaard gaat qua hoeveelheid die naar links en rechts gaat. Dus dat is zeg maar, je hebt ook weer hier heb je 1, 2, 3, 4. Even kijken, al die versnellingen zeg maar. En dan heb je daarbij horende dat aantal stapjes wat hij normaal ook schakelt. Wat op de pook staat van links naar rechts zeg maar. Dus dat is vrij duidelijk lijkt mij. Dan gaan we nu even naar het apparaat zelf toe. Om u even te laten zien hoe dat ding nou precies werkt. En waar hij zijn gegevens weghaalt. En dan ga ik met de hele procedure beginnen van de 28 stapjes reset. Maar eerst moet ik onder de auto nog deze nog veranderen. Die 289. Die moet dus weer op de goede waarde zitten. En die moet dus binnen deze tolerantie zitten. Dus die moet of handmatig kun je met je handen kun je hem gewoon in de versnelling gooien. In, bijvoorbeeld in de 1 of in de R. Dan snapt u wel, alles naar voren is 1, 3 of 5. En dat is naar voren is dan bij de versnellingsbak naar achteren. Dat is wel even belangrijk. Want er zit natuurlijk een scharnierpunt onderaan normaal gesproken. Maar ze bouwen deze autootjes ook wel eens om naar een normale versnellingsbak. Maar even kijken. Dus normaal gesproken in de R dan hoor je wel klak. Die tandwielen echt een enorm lawaai maken. Als je hem daarin zet dan weet je welke waarde die moet hebben. Dus het ideaalste is 3,8. Maar 4 mag ook en 3,6 mag ook wel. En waarschijnlijk nog wel iets anders nog wel. Want dit signaal is natuurlijk niet zo heel erg belangrijk als die andere. Omdat hier natuurlijk namelijk veel meer tolerantie tussen de gaande weg van de as zit. Maar goed, dat snapt u wel denk ik. En dan gaan we dus nu even naar het apparaat zelf, de gangsteller. En dan heeft u wat beter beeld daarbij denk ik. Zo, dan zijn we nu bij de gangsteller zelf aangekomen. Dat is het blok wat onder aan de versnellingsbak geknutseld is met 3 schroeven. En daar kun je dus nog een beetje mee sjoemelen, want die aan de bovenkant zit er een bout dwars doorheen. En als hij de waarde niet helemaal haalt van boven naar beneden, dan kunt u daar nog een beetje extra speling mee creëren door zeg maar een ringetje ertussen te leggen. Dan gaat hij namelijk meer omhoog zitten. Waardoor die waarde in mijn geval ging die dan beter binnen de toleranties liggen. Maar dit apparaatje, die zorgt er dus voor dat, de computer de informatie krijgt die hij moet krijgen. En dit ding is dus niet een variabele weerstand, maar een magneetje. En dan floept hij ook in één keer door naar de andere kant. En dan, die geeft dus gewoon exact aan in welke stand dat de pook staat van links naar rechts in dit geval. Want die andere kreeg ik niet los. Dan heb ik deze er maar afgehaald. Dit is van voor naar achteren. Dat is dat pook ding wat zeg maar de versnellingspook van voor naar achteren beweegt. Dus het doet niks anders als hier van de 1 naar de 2, van de 3 naar de 4, van de 5 naar de 6, van de 7 naar de 8. U snapt wel. Maar zoveel versnelling heeft hij natuurlijk niet. Heel belangrijk, als u zijn ding loshaalt, kijk dan even heel goed dat het kleine pinnetje hier in dat kleine sleufje valt.
En zorg er even voor dat deze o-ring dat die goed afdicht, want u wilt hier geen bagger in hebben. En op zich zijn die niet echt baggergevoelig, deze dingen. Valt op zich wel mee, zoals ik het kan zien. In 20 jaar dat dat ding erop zit, is die nog bijna niet vervuild. Maar dit pinnetje dus, die moet daar goed invallen. En dat dus niet dat u deze zeg maar zo heeft staan en dan het pinnetje zo. En dan, ja, dan gaat hij natuurlijk helemaal compleet van zijn waarde af. Maar dat zie je dan ook alweer op de computer terug, dat hij in één keer poink helemaal verspringt. Dus, dat is dit verhaal. Ja, op deze plek zit hij dan, die bij mij liep te irriteren. En die, dit ding moet normaal in deze stand staan. Dan staat hij precies in het midden. Zeg maar een equilibrium, of hoe je dat noemt. Een moeilijk woord, als de ventielen goed werken. In dit geval had ik ook nog een probleem met de ventielen. En dat kun je zien in mijn andere filmpje. Met het probleem van de gangsteller, dat hij dus een van de ventielen niet goed afsloot. En toen ging hij dus uit zichzelf klonk helemaal naar bovenin. En ik had dat natuurlijk nog nooit meegemaakt. Dus daar heb ik me weer een kunsthof nagezocht voordat ik dat gevonden had. Maar ja, achteraf is het altijd mooi wonen, zeg ik altijd maar. Deze schroefjes willen gruwelijk vastzitten. Pak daar dus ook een super goede Torque 20 voor. Krap dat even goed uit. Zodat u zichzelf niet loopt te vernachelen met heel veel extra werk om dat later weer uit te gaan boren. Want deze zat ook echt walgelijk vast. En altijd eerst aandraaien. Heel iets, een millimeter of twee, totdat je pang hoort en dan pas los. Klinkt heel raar, maar dat is echt zo. Dat werkt bij boutjes loskrijgen heel goed, dat trucje. En dat is ja, bij spruistokbouten, bij eigenlijk elke bout, die heeft de moleculen naar één kant staan. En naar de kant waarin die moleculen staan, daar gaat hij naar die kant het makkelijkste los. Ook al klinkt dat heel onlogisch, omdat hij zich dan aanklemt. Maar dat is puur in uw hoofd is dat iets wat hem dan misschien zou plagen. Maar in de praktijk staan alle moleculen dezelfde kant op dezelfde spanning. En als je hem dan losdraait, dan blijven de onderkant van het boutje, die heeft dan een andere spanning en dan knapt hij dus af. En dan gaat hij als een soort weerhaakjes, gaan de moleculen dan zeg maar zich gedragen en dan moet hij nog meer kracht zetten om los te gaan en dan blijft hij dus mooi zitten. Dus als je hem aandraait, even heel iets, pang, dan pas losdraaien. Dat is ook nog even een trucje die ik u mee wil geven. En dit ding is dus kapot. Eerst bleef hij dus omhoog staan en dan moet je dus checken met de luchtslang, kun je dat controleren of met een alles wat maar druk kan genereren en dan de accupol eraf. Want hij gaat namelijk ook in een bepaalde stand. Als hij in storing zit, gaat hij ook helemaal klonk naar één kant. En dat is naar boven in dit geval. Dus dat is hetzelfde wat hij als storing had. Dat heeft hij dus ook als een programmering. Dat hij dat dus vanzelf doet, zeg maar. Lang verhaal kort. Deze die wijkt af van zijn padje. Dus die gaan we even kijken. En u hoort, als u goed luistert, hoort u nu de hydropomp lawaai maken. Dus dan gaan we nu ook even bij de auto nog even kijken. Zo, daar zijn we dan bij de Hydropomp Enterprises BV. Even kijken, dit ding, dat maakt altijd best wel wat lawaai. Maar de 3L 1,2 TDI maakt nog veel meer lawaai. Dus daar hoort hij niks van. Even kijken, wat even belangrijk is, om ook die koppeling af te stellen. Dat komt straks ook nog in beeld. Die moet het ideaalst rond de 1,8 volt liggen uit mijn hoofd. Pin me daar nu even niet helemaal vast, want ik ben nu aan het filmen. Maar als u dat ding wilt testen op de juiste werking en zo, dan moet u deze stekker eraf halen. En ik heb de weerhaakjes van deze stekker al afgehaald, want ik ben er al zo vaak mee bezig geweest. Maar als u deze stekker eraf haalt, dan heb je dus niet alleen de stekker van de hydropomp eraf gehaald, maar automatisch ook dit dikke lompe ventiel, wat u hier ziet zitten, met de twee groene draadjes. Ik weet niet of u het een beetje kunt zien. Dat ding dat regelt namelijk de mega grote doorstroming naar het koppelingsventiel. Of hoe je nou, de koppelingscilinder zeg maar. Die net doet of die een mens is en dan voor u koppelt. U snapt het wel. En dan, dat is een cilinder. Ik hoop dat ik hem ook nog in beeld krijg. Maar die zit in elk geval hier helemaal achter. Kan niet missen. Nu gaat naar de koppelingskabel toe. Die hier doorheen ligt, nog net te zien is. En hier moet je hem dan afstellen. En dan moet hij precies op 1,8 moet hij zijn. En dan, dat is de beste waarde.
En als die meer of minder heeft, dan moet je eerder weer de auto inregelen. Want die koppelingsplaat die slijt natuurlijk. En op het moment dat die weer versleten is, dan begint die slecht aan te grijpen, slecht te schakelen. En dan moet die weer opnieuw gecalibreerd worden met die procedure die ik u nu laat zien. Dus, dan gaan we nu weer naar de computer. Het wordt wel een erg lang filmpje, maar goed. Ik zit even te denken, want alles is hier in one take. Ik kan denk ik beter even een deel 2 hiervan maken. Want ik moet dus nu bij die gangsteller aan de onderkant nog eerst aan het werk. Om dat ding binnen de tolerantie te krijgen. En voordat hij dus die waarde aangeeft wat hij moet hebben dus. Die 2,89 moet hij dus sowieso niet hebben. Hij moet of 3,8 of 1,7 hebben. En dit zit er dusdanig walgelijk ver vanaf. Dat hij dus niet weet wat hij moet doen. En ik kan u nu wel laten zien wat hij nou doet. Maar dat hebt u al vast wel 23 keer eerder meegemaakt als u met zo'n auto bezig bent geweest. Dat hij dus de basisinstelling niet haalt. En dat komt dus onder andere omdat hij dus die gegevens niet kan interpreteren. Of de versnellingsbak die jamt ergens. Of de auto staat op de handrem en in de versnelling. Dan heeft hij ook nog wel eens moeite om te schakelen. Dus altijd de auto van de handrem af. Dat hij die tandwieltjes nog net iets meer kan laten bewegen als normaal, om makkelijk in elkaar te grijpen. Dat soort dingetjes moet je allemaal een beetje rekening mee houden met dit soort oude gebakjes. Aan de andere kant ook weer niet, omdat die heel veel speling al zichzelf hebben. Maar u moet het, de robot en de auto zo makkelijk mogelijk maken en ook even een lader eraan zetten. Dus zorg dat die accu goed vol is en dan heeft de hydropomp de maximale kracht. Om snel en goed te kunnen schakelen. En dan werkt alles gewoon het beste. Dat snapt u wel. Even kijken. Dan gaan we dit hier even staken, dit filmpje. En dan gaan we straks verder. Hopelijk binnen de toleranties. En dan met nummertje deel 2, zeg maar. En nog een fijne dag. En tot zo.